Goedemorgen. Ik heb alle medailles ook meegebracht vandaag. In onze kleuterklas mogen de ouders binnenkomen in de klas, omdat wij geloven dat dat een zachtere landing of overgang is voor de kinderen. Ze mogen binnenkomen zodat ze zien wat we aan het doen zijn in de klas, zodat de kindjes nog een keer kunnen vertellen wat ze de dag ervoor gedaan hebben, dat ze samen nog iets kunnen doen, dat ze op hun gemak ook kunnen afscheid nemen. En op die manier is dat zeer gemoedelijk en rustig voor zowel het kind als de mama of papa. Salut Mervé. Veel van onze kleuterklassen doen één dag in de week een koffiemoment. Dus dan voorzien wij koffie en zijn de ouders nog meer welkom dan ze al welkom zijn. Karel, koffietje. Dan zijn er meer ouders die komen, gaan ze wat meer in gesprek met elkaar, leren ze elkaar wat beter kennen. Aan de ene kant vragen wij als school heel veel betrokkenheid. Wij vragen de ouders meewerken in ateliers, dat ze vaak komen meehelpen, dat ze een keer komen voorlezen. Maar aan de andere kant, doordat ze ook in de klas komen, zien ze ook, daar zijn de kinderen mee bezig. Ah, ik heb thuis nog een boekje daarover, ah, we hebben een leuk spelletje dat daarbij past. Dus dat maakt dat zij veel meer betrokken zijn en veel meer het gevoel hebben van mee te zijn van wat gebeurt er in de klas. Wereld. Nu ben ik weg. Beetje pijn. Alles beter. Maramon! Was het goed van het weekend? Hij heeft vannacht maar weer om 11 uur in slaap willen vallen. Het was een lastige nacht. Ramon had het wat moeilijker vanmorgen om afscheid te nemen. Hij is ook nog zeer jong. Maar het hielp omdat papa dus mee was in de klas. Op het moment dat Ramon het moeilijk heeft, voel ik ook aan van ik moet er hier gewoon eventjes zijn. Ik moet eventjes de tijd nemen. Dan ga ik ook geen boekje gaan lezen. Dan ga ik ook geen spelletje met hem gaan spelen. Dan ga ik er gewoon zijn. Deze ochtend bleef hij nu de hele tijd bij mij, maar soms blijf ik ook gewoon eventjes zitten als hij al bezig is in de klas. Kan ik eventjes meekijken van waar zijn ze mee bezig, wat is hij aan het doen, wat zijn zijn interesses in de klas. Het is een enorm voordeel, vind ik als ouder. Want waarschijnlijk een kind vraagt hoe is het geweest op school. Als je al een goed uitkrijgt, is het al heel veel. Er zijn kinderen die gewoon binnenkomen in de klas. Gewoon, dag papa, tot vanavond. En die aan het werk gaan. Het kinderen die het wat lastig hebben, dus die wat meer papa en mama nog meenemen naar een hoekje om te spelen of om iets te tonen. Op het moment dat ik vertrek, ik ga het ook altijd een beetje in toog houden, is er geen andere ouder die aanstalt maakt om te vertrekken. En ik geef mijn kind door aan de juf. Gaan we dag papa zeggen? Gaan we dag papa zeggen? Ramontje, dag papa. Ik hoor dat heel vaak ook van Halinka. Je had nog even moeilijk, maar erachter stijgt geen speel. Dat geeft ook vertrouwen, want je ziet het bij de andere kinderen, van de ouders die vroeger vertrekken, dat de kinderen ook op hun gemak zijn. En dat zorgt voor enorm veel rust. Net doordat ze kunnen toekomen tussen 20 en 8 en iets voor 9, hebben wij wat meer de tijd om het kindje echt te knuffelen, op de school te nemen, er echt mee rond te lopen. Dat is natuurlijk geen garantie op, ah, vanaf dat we in de klas komen, is dat mega wijs af, dat is super gemakkelijk. Maar dat is iets dat je dan ook individueel kunt bespreken van wat gaan we doen, een high five, een knuffel, een zoen geven, oké, en dan gaat mama weg. Soms moeten de ouders dat ook een beetje leren om het afscheid dan te nemen. Salut. Soms spreken we af, morgen gaan we na 5 minuutjes afscheid nemen of morgen gaan we 1 puzzel maken en dan gaan we afscheid nemen. Het afscheid nemen, dat leren ze doordat ze dat hier in de klas kunnen doen op hun tempo.